Naomi van As kan weer lopen, tenminste een beetje. In mei scheurde haar kruisband volledig af in een play-off wedstrijd. Ja, het gaat gewoon lang duren. Dat weet ik en dat wist ik al toen het gebeurde. Maar ik ben nu gewoon elke dag lekker aan het revalideren bij de fysio. Ik heb voor mij en voor Macy, dat is een teamgenootje van mij, hebben we wel iets aan elkaar. We kunnen samen trainen. Het is natuurlijk kloten voor haar dat het ook gebeurd is. Maar nu hebben we in ieder geval elkaar. Dus ik heb wel een trainingsmaatje. Dat scheelt natuurlijk. Nu hoef ik niet alles alleen te doen. Maar het gaat goed. Ik voel me ook goed. Ik zit niet heel erg in de put of zo. Misschien straks met EK natuurlijk even als ik ga kijken. Dat ik denk, shit, hier had ik eigenlijk ook wel willen staan. Maar goed, weet je, dit is gewoon gebeurd. En het is niet anders. En ik zit er wel positief in. Ze is in Den Haag bij de onthulling van Stokkie, de WK-mascotte. En je hebt natuurlijk zo'n groot stadion. Dat is natuurlijk voor hockeyers al helemaal geweldig. En voor mij dat ook nog eens in Den Haag is natuurlijk super bijzonder. Dat is mijn eigen stad en daar ben ik opgegroeid. Dus het staat helemaal kicken. En als ik terugdenk aan het WK in Utrecht, dat heeft toen ook al als 13-jarige, zat ik daar toen op tribune. Heeft toen al zoveel indruk op mij gemaakt. En ik denk ook op alle andere spelers en speelsters die nu in de selectie zitten. Ja, dat is alleen maar super mooi. In 98 was het zilver. Ja. Nu moet het een andere kleur worden, toch? Nu moet het een andere kleur worden. Ja, we moeten sowieso natuurlijk. De vorige keer in 2010 hebben we de finale verloren van Argentinië. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk om hier een gouden medaille te winnen. Haar coach Max Caldas is er zeker van dat ze klaar is voor het WK. Maar is Naomi dat ook? Ik ben nog niet klaar voor het WK. In mijn hoofd heb ik wel heel veel zin in. Maar dit is echt... Hetgeen waar ik nu mee bezig ben en hier is de prioriteit nu om echt goed te revalideren. Ook niet te snel te willen gaan. Dat hoor ik ook veel van andere mensen van je moet gewoon niet sneller gaan dan kan. Weet je moet echt de tijd voor nemen zodat die knie gewoon helemaal sterk is en goed hersteld. Die spieren weer helemaal goed ontwikkeld zijn. En dan als ik eenmaal het groene licht heb gekregen van de fysio. Straks over een paar maanden dat ik echt weer mee kan gaan draaien. Dan ga ik mijn vizier richten op weer op fit worden echt eerst. En wedstrijdritme opdoen. En dan het WK. Ik zal echt niet hebben, ik wil eerlijk niet schoppen.